We hebben ook gehoord, vernomen, dat die samenwerking tussen PL en ABAP voor wat betreft het formeren van één partij niet doorgaat. Maar die samenwerking tussen beide partijen gaat wel door. In het weekend heeft Michael Rickerts een gesprek gevoerd met Paul Somoharjo. En hij legde uit wat de stand van zaken is. En dan gaan wij dinsdagavond om 19:30 de structuren uitleggen. Dat wij alleen gaan is niet de wil van PL, maar het is een samenspraak waarbij de laatste vergadering, dat was afgelopen dinsdag, wij zouden samen een invulling geven, bemensing van de nieuwe partij. Het is niet meer als toen een lijstverbinding waarbij PL in ABOP opgaan en ABOP in PL opgaan, zoals kandidaten van ABOP in Waniga bij PL en kandidaten van ABOP in Para bij ABOP en kandidaten van ABOP in Ikeri bij PL. Dat is niet, het is een andere, het is een invulling in de nieuwe partij, die heet ABOP-PL. Dus daar zijn we akkoord. En dan zeiden we, oké, we gaan verder praten. Zij willen augustus of september een congres hebben. Wij zijn niet klaar. We gaan pas 5 december. Als u dit nieuws hoort, dan is het meer dan mijn plicht om mijn structuur ook meer naar eerlijkheid, naar waarheid voor te leggen. Meneer, dat is het geval. Ja. Dus het is niet zo dat de samenwerking ABOP-PL van de tafel is? Voor zover ik weet, nee. We hebben geen breuk, we zijn goed uit elkaar. De heer B en de heer Brunswijk was voor ABOP, ik en Toronto was voor PL. Ja, en we hadden meer gediscussieerd van hoe gaan wij invulling geven in de nieuwe partij. Want de nieuwe partij heet ABOP-PL. De nieuwe partij heeft een nieuw bestuur. De nieuwe partij heeft ook congres. De nieuwe partij moet ook nieuwe kernen gaan inrichten. En dat is nog wat over. Dus heeft dan de voorzitter van de ABOP, Brunswijk, het niet goed uitgelegd? Want die zegt dat de PL alleen de verkiezingen in wil gaan. We hadden afgesproken, meneer, als we niet uitkomen, er zijn 3 modellen. Eén, we gaan samen in een nieuwe partij ABOP-PL. Eén. Twee, we kunnen apart gaan en daarna een stembusafspraak maken. Want deze wijziging van de kieslijst is in ons voordeel. Het is niet zo dat we bang waren, we gaan Wanika verliezen. Dat is een must. We moeten samenwerken, ABOP-PL. Zouden we alleen gaan, zouden we het zitten van Wanika verliezen. In Papara ook. Als we niet samen gaan, zouden we die zitten ook verliezen. Dat is dan een lijstverbinding. Maar dat is een nieuwe situatie. Een situatie waarbij partijen moeten ingaan in een nieuwe partij, ABOP-PL. Met andere symbolen ook. Ja. Dus hoe dan ook, een voorzitter, een... De ABOP en de PL gaan ze nou alleen. Er is geen spanning tussen geen van beide partners. Voor zover ik weet is geen spanning. Dat ik weet. We zijn in alle vrede uit elkaar. Ik ben in het huis van mij, ik ben weg. Ja, met bras aan de oké. We moeten bakken elke dinsdag zitten bij elkaar. Maar als ik dit niet hoor, dan is het mijn plicht. Oh man, ik ben niet iemand die dan ja, direct. Nee, ik ga mijn structuur uitnodigen en vragen hoe vind je dit? En natuurlijk zal bepalen. Ja. Kijk, we hebben geen moeite mee, want kijk, in deze nieuwe stelsel is geen enkel verlies. Ook bij RRDR, ook bij RR, daar heb je ook een ressort evenredigheid. Dus je gaat niet alles verliezen. Nee, je gaat een deal moeten maken bij het ressort Amarillo. Had NDP of VAP gewonnen, alles, alsof niks. Maar hier zijn we zeker, we gaan misschien delen, misschien 40, maar we gaan een aantal RR's hier krijgen. Totaal hebben we berekend, als het goed gaat, gaan we meer dan 200 RR's. En dat is niet onderschatten, hè, want bij het niet uitkomen in DNA, bij het kiezen van een president, want daar heb je een 2/3 meerderheid nodig, dan gaan we naar een volksvergadering en daar... En als ik u dus hoor zeggen, dan eigenlijk, net hetgeen wat u waarmee u eigenlijk uitgelegd, dan kritiek alsof de PL zonder de ABOP niet meer kan, aan de macht kan komen, schuift u van de tafel nu? De PL nu niet aan de macht. Ja, dus bij de volgende verkiezingen, eigenlijk niet zonder de ABOP kan, schuift u nu van de tafel? Nee, kijk, dat is niet aan de orde. Aan de orde hebben we gesproken, meneer.
We kunnen samen gaan, invulling in de nieuwe partij, maar dat is heel moeilijk. Nieuw bestuur, nieuw congres, kernen. Twee, we gaan alleen en dan eventueel stembus afspraak maken. We kunnen ook zeggen, oké, laten we DR en RR apart gaan, dat kan. Drie van hebben we. Dus dat we elkaar niet zonder dat dan van de situatie hebben.